Hans Smolders, terug in de Tilburgse politiek. Ja, dat is toch wel een verrassing voor velen. Ja, voor velen wel, voor mijzelf niet. Want het heeft natuurlijk altijd in me gezeten om wel terug te willen keren. Alleen mijn gezondheid heeft het even af laten weten. Die is nu reeds weer een hele tijd goed. En dan krijg je toch het gevoel, het is mijn burgerplicht om het wanbeleid en de geldverkwisting hier een halt toe te roepen in Tilburg. Ja, er is ontzettend veel mis nog. En ik heb het vier jaar lang laten zien. Ik heb het jammer genoeg niet van tevoren kunnen tegenhouden. Nu ga ik er dus voor om niet alleen in de gemeenteraad te komen, maar ook in het college van BMW. Want daar kun je namelijk het tegenhouden, alvorens men het uitvoert. En dan hoef je het ook naderhand weer niet te corrigeren. De gezondheid is nu al heel lang al stabiel. Mijn partij, daar ben ik al heel tijd mee bezig, die bestond al. Dus nou, dat was een kwestie van weer activeren. Als je dat gaat afzetten tegen wat er nu bij andere partijen aan mensen zitten, nou, dan steekt mijn partij weer met kop en schouder boven de rest uit. Er staan een aantal nieuwe mensen op, maar ook een aantal nog van de oude lijst. Dus het is gewoon zelfs weer nog een verbetering als het al was. Het was al goed, maar het wordt nu nog zelfs beter. Nou ja, goed, er moet natuurlijk betrouwbaar bestuurd worden. De geldverkwisting moet een halt toegeroepen worden. Men zal rekening moeten houden met de burgers in plaats van met hun eigen partijbelangen, met hun eigen belang, want blijkbaar is het toch wel heel lucratief om hier in de gemeenteraad te zitten of om bestuurder te zijn. En men moet nu maar eens allereerst aan de stad en aan de twee dorpen gaan denken en aan de mensen die daar wonen. Dat is veel belangrijker als het eigen belang en het partijbelang. Nou, kijk, het is al eigenlijk concreet. In oktober neem ik dus officieel het besluit. En daarna heb je nog een half jaar dat de verkiezingen zijn. Nou ja, de mensen moeten nu ook maar eens een keer na gaan denken wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd. Ik bedoel, men is diverse malen voor de gek gehouden. De laatste verkiezingen zijn ze weer voor de gek gehouden door de PvdA en de VVD. Geef nou eens een keer een buitenstaander die gewoon probeert een verandering te brengen. Geef die maar eens een keer een kans. Want de Tilburgers zijn het ook meer dan zat, maar de helft gaat niet meer stemmen. Dat is eigenlijk erg zat. Maar geef ze geen ongelijk. Maar nu moeten ze toch nog een keer denken van, we geven Hans een kans, want baat het niet, dan schaadt het niet. En niet gelijk het stembiljet in de open haard gooien. Nee, 80.000 mensen die niet gaan stemmen, moeten nu ook maar eens een keer hun verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, we gaan het nog een keer proberen. Ik ben natuurlijk in 2002, is Pim Fortuyn voor mijn ogen vermoord. Daarna is mijn maatje Theo van Gogh vermoord. Er heeft een vent met de pistool bij mij aan de deur gestaan. Toen ben ik hier in een heel vijandig klimaat terechtgekomen in de plaatselijke politiek. Ik ben besmeurd met valse beschuldigingen. Men heeft karaktermoord proberen te plegen. Dat alles heb ik nu op mijn gemak kunnen verwerken, 2-3 jaar lang. En dat heeft me goed gedaan. Ik ben weer als vanouds. Ik ben weer gewoon de oude Smolders als voor 2002. En mijn vrouw voelt dat ook. En mijn vrouw voelt zich ook weer gewoon hartstikke goed. Nou ja, dus qua alle omstandigheden zijn nu ideaal om eens proberen hier verandering in Tilburg te gaan brengen. Ik zit hier niet alleen maar in bestuur om ergens op te schieten. Ik wil gewoon samenwerken en dingen voor elkaar krijgen. Nou, de onzinnige kunst die maar steeds weer over ons uit wordt gestort, daar gaat een halt toegeroepen worden. De beeldkwaliteit van gebouwen, de blokkendozen aan appartementen, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat moet ook tegengegaan worden. De beeldkwaliteit moet gewoon een aantal niveaus omhoog, zodat de projectontwikkelaars niet hun zakken maar blijven vullen. Maar ook denken aan die stad. Hè. Dan moet je als college moet je dat afdwingen, anders wordt er gewoon niet gebouwd. In de spoorzone, ja, dat is gewoon een heel belangrijk gebied. Maar de start is eigenlijk al niet ideaal. Want uiteindelijk zie je daar nou die blokkendozen weer verrijzen. Het lijkt wel Oost-Duitsland van voor de val van de muur waar we nu mee bezig zijn. En dat geldt ook hier voor dat kunstwerk hier een stukje verderop. Een hoop oud roest wat je voor een monumentaal pand zet hier, het Paleis Raadhuis. Het is gewoon een schande. Nou, ik wil de heuvel, daar wil ik over na gaan denken om die weer autovrij te maken. De heuvel moet gewoon weer een plein worden van gezelligheid. Waar een podium komt, waar optredens kunnen komen, waar weer sfeer gaat komen. Er mogen gerust hoge gebouwen komen, maar er is wel een verschil tussen aarslelijke gebouwen van beton waar geen enkele creativiteit in zit, wat allemaal maar recht toe recht aan is, kleurloos, fantasieloos. Het is eigenlijk treurig. En
je hebt mij ook niet horen zeggen dat er geen hoogbouw mag komen. Juist wel. Alleen, dat moet mooi zijn. Die stad moet daar nou juist eens een keer een positieve uitstraling door krijgen. De zomer ga ik gewoon nog eens lekker genieten. En ga ik natuurlijk mijn eigen voorbereiden. Ik ga me inlezen. Dus ja, ik kom eraan. Het wordt spannend, maar het wordt ook eerlijker. Het gaat degelijker worden. Het zal op een hoger niveau moeten. Men zal zuiniger om moeten gaan met het belastinggeld. Dan moet weer sfeer in die stad komen. Dan moet weer positiviteit in die stad komen. De mensen moeten weer elkaar gewoon gaan begroeten. En het zal gewoon, er moet een omslag komen. En dan moet je inderdaad, ik ben natuurlijk niet naïef. Dan zal ik zal moeten doen met wat er is, jammer genoeg. Maar ik ben wel bereid om daarmee samen te werken. De lokale televisie is erbij. Heel graag zelfs.